We zijn onderweg om voor de 10e keer naar Berlijn te gaan, dus dat wordt een mooi jubileum. Jij ook een beetje zin in, Bouw? Top, man. Het gaat een mooi weekend worden. Eenmaal aangekomen in Berlijn gingen al onze plannen overboord. Het was lekker weer, we vonden een biertentje op Alex, bestelden een biertje en nog een biertje en nog een biertje. En met een curryworst erbij konden we eens even lekker goed bijpraten. We moesten ons haasten om op tijd bij Peking End te zijn. Een Chinees die gevestigd is op een historische locatie, namelijk het oude kantoor van Hitler. Wij vonden het allebei een mooie gedachte dat zo'n restaurant kan zitten op zo'n locatie. Na het eten hebben we nog even een rondje door de stad gelopen. Eigenlijk min of meer ons vaste rondje. Potsdamerplatz, Brandenburger Tor. Met een biertje in de hand is het 's avonds goed toeven in Berlijn. Op dag 2 kregen we een rondleiding door Kümmersdorf. Dit is een bijzondere plek. Hier zijn de eerste raketten door het Duitse leger ontwikkeld. Overigens al voor de nazi's. Werner von Braun die werkte hier. Hij was enorm onder de indruk van de faciliteiten die ze hier hadden. De testopstellingen waren wat hem betreft ideaal. Aan de zijkanten betonnen muren en in het midden kon de raket omhoog. Op deze manier komt de raketbrandstof goed getest worden. Eenmaal terug in Berlijn was het nog niet klaar. We hadden nog 2 onderdelen op ons programma staan. Het eerste was de SA-gevangenis in de Papenstrasse. Een van de eerste gevangenissen van de nazi's, waar ongeveer 800 man gevangen hebben gezeten. En 30 mensen zijn overleden. Erg indrukwekkend om te zien. We sloten de dag af bij de Schwerbelastungskörper, oftewel het zwaar belastingslichaam. Dit laat zien hoe megalomaan de nazi's dachten. Ze wilden namelijk Berlijn omvormen tot Germania en de Schwerbelastungskörper moest kijken of de grond daarvoor geschikt was. We zijn nu aan het Urban Exploren in Kramnitz en zo ziet dat eruit. Kazerne Kramnitz is een voormalig militair terrein. Oorspronkelijk zat hier de cavalerieschool van de Wehrmacht die in de oorlog voor de nazi's zouden vechten. Maar nog voor de oorlog werden de paarden vervangen door de tanks. Na de oorlog namen de Sovjets het terrein over. De kazerne lag strategisch gunstig ten opzichte van West-Berlijn. Als de Koude Oorlog was omgezet in een warme oorlog, zou dit de frontlinie zijn geweest. Op dit moment wordt het terrein herontwikkeld. Er komen hun woningen. Het was nu dus het moment om er te gaan kijken. Daar rondlopen geeft een onrustig gevoel. Je schrikt van elk geluid. Desondanks vonden we het wel waard. Het is geweldig om deze oude terrein nog te kunnen zien. De Teufelsberg is gemaakt van het puin van de Slag van Berlijn, de slag waarmee de Tweede Wereldoorlog eindigde. Na de oorlog maakte de NSE hier een afluisterstation. Dit maakte deel uit van het internationale Echelon-netwerk waarmee satellieten werden afgeluisterd. Helaas verkeert het terrein nu in een deplorabele staat. Kunstgekkies hebben er een bende van gemaakt en alles met graffiti ondergespoten. Zonde van zo'n historische locatie. Een weekend Berlijn sluiten we traditioneel af in de Fernsehturm. 207 meter boven Berlijn genieten we van het uitzicht, een lekker biertje, eten we lekker en reflecteren we op het weekend dat achter ons ligt. Dit jaar was weer een mooi weekend, maar we zitten ook alweer vol plannen voor Berlijn 2020.